Ja, voorzitter, dit is echt een ongekende schande. En u weet precies, uw mensen weten precies waar de minister is. Dus u moet niet zeggen dat u... Ik had andere vragen aangekondigd en ik kreeg keurig van de griffie te horen dat die minister-president nu een of andere meeting heeft ter voorbereiding van de Europese top. En dat is een goede reden om er niet te zijn. Dus u weet ook dat de minister van Financiën, die hier hoort te zijn, gewoon zit te speechen over Europa. Terwijl de mensen hun gasrekening niet meer kunnen betalen. Terwijl de inflatie door het dak gaat. Terwijl zij degene is die in Nederland tegenhoudt dat het kabinet dan nu snel een besluit overneemt. Dus ik vind dat u, en ik eis dat ook van u, dat u de minister van Financiën, uw partijgenoot mevrouw Kaag, meteen tot de orde roept. Orde is het mondelinge vragenuur. Even kijken. Ik heet de staatssecretaris van Financiën van harte welkom. En ik geef als eerste het woord aan mevrouw Marijnissen van de SP om haar mondelinge vraag te stellen. Gaat gang. Dank voordat mijn tijd gaat lopen, vroeg ik mij eigenlijk wel af. We hadden de vragen aangemeld aan de minister-president. Nou, die is er niet en er is natuurlijk ook nogal wat aan de hand in de wereld. Maar de vicepremier, mevrouw Kaag, tevens onze minister van Financiën, die had ik eigenlijk hier verwacht. Maar ja, zoals u kunt zien, die zit er ook niet. Dus ik vroeg me eigenlijk af waar onze minister van Financiën is. Ja, dat is een terechte vraag, denk ik. Ik heb onlangs nog aan het kabinet ook gevraagd om op dinsdag als mondelinge vragenuur om beschikbaar te zijn. Er kunnen natuurlijk altijd redenen zijn waarom bewindspersonen afwezig zijn, hè. Dus ik weet niet de agenda van alle bewindspersonen, maar ik ben wel heel erg blij dat de staatssecretaris van Financiën aanwezig is, die namens het kabinet de vragen zal beantwoorden. Maar wellicht dat u dat in uw inbreng ook kunt meenemen. Nou ja, het wekt nogal verbazing, want toen ik onderweg naar de zaal was, keek ik op YouTube naar een stream waar onze minister van Financiën kennelijk ergens anders in het land een toespraak aan het houden is op dit moment. Ja, en de vragen gaan over mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Dat is een acuut probleem. Dat is een probleem wat nu hier in de Kamer besproken moet worden met de minister van Financiën. Dus het verrast mij wel dat u ook niet weet als voorzitter van deze Kamer waarom zij dan vandaag niet hier is. Hij kan alleen zeggen, er zijn een aantal redenen, hè, en die weet u volgens mij ook waarom bewindspersonen niet aanwezig zijn. Hè. Dat kan te maken hebben met een werkbezoek in het buitenland, dat kan te maken met een afspraak met de koning. Dat begrijp ik, Wat ik in ieder geval wel wil doen, is het nogmaals onder de aandacht brengen van het kabinet. Dat het echt belangrijk is om hier op dinsdag aanwezig te zijn. Maar nogmaals, ik kan niet helemaal oordelen hoe de agenda's eruit zien van alle bewindspersonen. Ik ben heel veel blij dat de staatssecretaris aanwezig is namens het kabinet om de vragen te beantwoorden. Ik wil daar ook geen breder debat van maken. Dit is een mondelinge vragenuur. Nou, ik geef eerst mevrouw Marijnissen nog even het woord of zij nog iets hieraan wil toevoegen. Want anders stel ik voor dat we zo gaan beginnen. Kijk, iedereen snapt dat er is heel veel aan de hand in de wereld. Dus dat bepaalde bewindspersonen andere dingen te doen hebben, daar wil ik nog enigszins begrip voor opbrengen. Maar wat ik net zei, ik loop naar beneden en ik kijk via de mobiel naar een stream en een minister van Financiën ergens in het land een toespraak aan het houden is, wat volgens mij niet veel te maken heeft met waar het hier nu over gaat. En zij hoort hier te zijn. Ik kan daar helaas, wat ik net zei, niks verder toevoegen aan wat ik net gezegd heb. Maar ik geef wel de collega's nog even de gelegenheid om kort nog iets over te zeggen. En dan wil ik voorstellen om te beginnen met het mondelinge vragenuur. Allereerst de heer Nijboer, PvdA. Ja, kijk, voorzitter, we hebben afgesproken. U heeft een brief naar het kabinet gestuurd wanneer bewindslieden die moeten zijn. En als ze zeker in deze crisis andere verplichtingen hebben, hebben wij alle begrip. Maar er hoort wel het fatsoen van het kabinet bij dat ze niet speeches gaan lopen houden die inplanbaar zijn tijdens het vragenuur. En zeker over de koopkracht van mensen. Dus iedereen is daarmee bezig. En als de minister van Financiën het dan belangrijker vindt om ergens gewoon een speech te houden, in plaats van in de Kamer aan de volksvertegenwoordiging verantwoording af te leggen, vind ik dat u als voorzitter dat niet moet accepteren. Ja. Ik geef nog even het woord aan de heer Wilders, PVV, en dan de heer Klaver. Ja, voorzitter, dit is echt een ongekende schande. En u weet precies, uw mensen weten precies waar de minister is. Dus u moet niet zeggen dat u... Ik had andere vragen aangekondigd en ik kreeg keurig van de griffie te horen dat die minister-president nu een of andere meeting heeft ter voorbereiding van de Europese top. En dat is een goede reden om er niet te zijn. Dus u weet ook dat de minister van Financiën, die hier hoort te zijn, gewoon zit te speechen over Europa. Terwijl de mensen hun gasrekening niet meer kunnen betalen. Terwijl de inflatie door het dak gaat. Terwijl zij degene is die in Nederland tegenhoudt dat het kabinet dan nu snel een besluit overneemt. Dus ik vind dat u, en ik eis dat ook van u, dat u de minister van Financiën, uw partijgenoot mevrouw Kaag, meteen tot de orde roept en zegt dat was eens, maar nooit weer. Dank u wel, de heer Klaver, GroenLinks.
Ja, voorzitter, ik was in eerste instantie niet naar voren gelopen, want ik ging ervan uit dat er een legitieme reden was. Maar ik heb inderdaad begrepen dat dat niet het geval is. Speech op dinsdagmiddag is geen reden om niet hier in de Tweede Kamer te zijn. En dit gaat voorbij één bewindspersoon. Dit gaat over de positie van de Tweede Kamer. En wat mij betreft zouden we dit vragen u met deze bewindspersoon, alle waardering dat u er bent, niet eens door laten gaan. En ik zou zeggen, doe eerst maar de andere vragen. En laat mevrouw Kaag maar terugkomen. Laat de minister van Financiën maar terugkomen. Want als we dit accepteren als Tweede Kamer, dat er andere prioriteiten zijn dan hier in de Tweede Kamer zijn bij het vragenuur. Ik vind dat we dat als Tweede Kamer niet zouden mogen accepteren. En voor alle helderheid, als er een internationale top is, als er afspraken zijn, als er echt iets een prangende zaak is, zal ik er altijd begrip voor hebben als een bewindspersoon er niet is. Maar dit is dit absoluut niet. En daarom zou mijn voorstel zijn om niet dit vragenuur met de staatssecretaris te doen, maar de minister van Financiën terug te vragen naar de Tweede Kamer. En we wachten wel tot ze terug is. Dank u wel, mevrouw Van der Plas, BBB. Ja, dank u wel. Ik sluit me geheel aan bij de woorden van de heer Klaver om gewoon maar op een later moment dit debat te doen. We hebben hier morgen ook een debat omgangsvormen in de Tweede Kamer. En bij die omgangsvormen hoort ook omgangsvormen tussen kabinetsleden en Tweede Kamer. De Tweede Kamer staat voor de Nederlandse burgers, dus het zijn ook omgangsvormen met de Nederlandse burger. En die worden wat mij betreft gewoon ernstig geschoffeerd op dit moment. Met respect uiteraard voor de staatssecretaris die daar zit. Dus ik heb de hele dag, dus we kunnen vanavond ook nog debatteren wat mij betreft. Dank u wel. Meneer Stoffer, SGP. Ja, voorzitter, ik denk dat de heer Klaver en eerst mevrouw Marijnissen maar een terecht punt maken. Dus ik sluit me aan bij datgene wat de heer Klaver zojuist heeft gezegd. Ja, dank u wel. Dan concludeer ik even af met u goed vinden, mevrouw Marijnissen. Ik heb vanzelfsprekend ook de hele dag. En ik ga even afconcluderen. Er zijn een aantal collega's. Ik heb u net uitgebreid de tijd gegeven om erop te reageren. Collega's geven aan, en dat deel ik overigens helemaal, dat dinsdag het vragenuur erg belangrijk is en dat de bewindspersonen beschikbaar moeten zijn. Er kunnen geldige redenen zijn waarom dat niet zo is. Ik kan even niet oordelen van wat de agenda in dit geval van mevrouw Kaag is. Toevallig van de minister-president weet ik dat wel, omdat u mondelinge vraag in eerste instantie gericht was geweest aan de minister-president. Dus dat weet ik wel. Voorbereiding voor de Europese top. De andere agenda is eerlijk gezegd niet. Ik stel voor dat ik in ieder geval namens de Kamer nog een keer het kabinet ga bevragen en ook vooral zal activeren om echt beschikbaar te zijn op dinsdag. Dat heb ik eerder gedaan via een brief. Dat ga ik nog een keer doen, want ik snap het signaal. Dus dat bij deze de afspraak. Ik stel wel voor dat we van start gaan met de mondeling vragenuur, want er is een bewindspersoon aanwezig die namens het kabinet spreekt. Dus ik wil u graag de gelegenheid geven om de mondelinge vraag te stellen, mevrouw Marijnissen. Gaat u niks aan nadelen van deze staatssecretaris, maar deze staatssecretaris is verantwoordelijk voor toeslagen. En inderdaad, ik had de mondelinge vraag aangemeld voor de minister-president. Maar het is ook goed gebruik als de minister-president om inderdaad legitieme reden niet aanwezig kan zijn, dat dan de vice-premier komt. Nou, laat dat dan ook nog eens de minister van Financiën zijn, precies waar het over gaat. Dus misschien zou u wel kunnen informeren of het in ieder geval de minister van Financiën dan nog vandaag lukt. Want ik vind wel, we moeten het er vandaag over hebben, want dit probleem speelt nu en is acuut bij heel veel mensen. Dus we kunnen dit niet uitstellen. Maar als zij later in de middag, als ze dus kennelijk klaar is met haar toespraak, wellicht misschien het fatsoen kan opbrengen om naar de Kamer te komen om met ons dit debat te voeren, dan zou dat natuurlijk wel de juiste gang van zaken zijn. Ja, wat ik ga doen, ik ga in ieder geval informeren wat de beschikbaarheid is en hoe de agenda eruit ziet. Maar ik stel wel voor dat we in ieder geval nu van start gaan. Er is iemand namens het kabinet aanwezig om te kijken of uw vragen zo goed mogelijk beantwoord kunnen worden. Maar dan stelt u voor, als mevrouw Kaag toch vanmiddag nog later komt, dat we het dan nog een keer overdoen of zo? Of? Nou, ik weet niet wat. Ik weet niet hoe de agenda. We hebben ook nog andere dingen op de agenda staan. Maar ik heb in ieder geval gezegd van dat ik het signaal vanuit de Kamer nogmaals onder de aandacht breng van het kabinet. Ik ga ook kijken naar de beschikbaarheid in dit geval van de minister van Financiën, want dat weet ik gewoon niet. Maar ik stel wel voor dat we nu van start gaan, want in de tussentijd tikt de klok door en het is ook zonde. En we hebben ook nog een andere mondeling vraag. Weer een punt van orde. Graag, voorzitter, punt van orde. Ik ben het ook helemaal met collega Klaver eens dat dit niet zomaar kan passeren en we nu door moeten gaan. Dus ik vraag u nog een keer om het voorstel van de heer Klaver en mevrouw Marijnissen om dat later vandaag te doen. En als u daarin persisteert om dat niet te doen, dan zou ik dat voorstel graag in stemming willen brengen. Ja. Volgens mij heb ik net gezegd dat ik ook ga informeren bij de minister van Financiën hoe de agenda eruit ziet. De heer Van Weijenberg, D66. Ja, voorzitter, de debataanvraag was aan de premier en die gaat over de koopkracht. Dus ik kan me ook voorstellen dat de minister van Sociale Zaken komt, want die gaat er wel over. Valt mij toch op, maar het lijkt niet aan de orde in dit debat. Valt me op.
De heer Nijboer. Ik steun het verzoek van de heer Klaver. Ik vind ook dat de Kamer haar positie moet bewaken. En het komt vaker voor. Ik heb eerder gehad, toevallig ook een D66-minister, Ollengren, die een speech hield voor studenten toen hij bij een Kamerdebat was. Daar heb ik toen ook mijn afschuw over uitgesproken. En ik vind dat dat gewoon niet kan. Dus wat mij betreft beginnen we met de andere vragen die vandaag er zijn. Dat kan prima. De minister is er ook al. En roept u minister Kaag naar de Kamer. Ik leg het voorstel van de heer Wilders even aan de Kamer voor. En dat is hetzelfde voorstel volgens mij als de heer Klaver. Namelijk om de mondelinge vraag van mevrouw Marijnissen niet door te laten gaan. In de tussentijd dat wij informeren om te kijken of de minister van Financiën of SZW, volgens mij, dat is een andere suggestie, aanwezig is. Dus ik leg dat voorstel even voor aan de Kamer of daar steun voor is. Ja, dan volgens mij is daar zou het steun voor wat ik zijn zag. Om het wel door te laten gaan, maar dat we eerst de andere vraag doen en dat u even informeert of mevrouw Kaag nog van zins is om vanmiddag misschien ergens naar de Tweede Kamer te komen om de mondelinge vraag te beantwoorden. En